Oké, okay, audio toevoegen. Hier vind je heel veel audio, heel veel verschillende soorten uh, muziekjes en ook geluidseffecten. Bijvoorbeeld, uh, first love, sad. happy, Dark. Ah, je snapt het idee. Zullen we dark doen? Uh, en dan uh, my bassline, heel leuk. Deze kan je oppakken en hieronder slepen en dan zie je hier dat hij rood is en dan denk je... Ik ga even de oude desktop audio wat zachter zetten. En dan... Uh, ja, lukt dat niet. Nou, waarom lukt dat niet? Het komt hierdoor. Je moet nog even een track toevoegen. Dus plus track. En dan staat hier plus track audio. En dan heb ik hier opeens twee audio tracks. En deze bas, bam, die kan er wel onder. Preparing your preview. Schiet op. Geen zin om te wachten. Huh. zie je die? En die kun je dus uh, muziek erop zetten. Maar bijvoorbeeld als je zoekt met een geluidseffecten, bijvoorbeeld car door... Als je een auto deur die dicht gaat. door kloten. Bijvoorbeeld deze. En die kan ik bijvoorbeeld hier wel opzetten. Zie je? En dan heb ik hier bijvoorbeeld. En die kan je natuurlijk ook mixen met elkaar. En dan hoor je ze allebei. Wil je het volume aanpassen? Dubbelklik klik. En dan kun je hier het volume wat aanpassen. Je kan zelfs nog een veder in of een uitgeven. uitgeven. Doe ik hier don dan kan ik deze car hit wat uh, harder de 500. <laughs> Dat is wel een beetje heel hard. En hier vind je ook uh, show audio level. En dan kun je ook weer puntjes zetten op de blauwe lijn. En op die manier ook een fade in of fade uit maken. Of een gedeelte van de muziek wat zachter of wat harder laten klinken. Het kan allemaal door deze puntjes neer te zetten op de lijn van de uh, audio level. En dan wordt de muziek dus zachter. Want die lijn naar beneden gaat. En hier wordt hij dus weer harder. En je kan altijd weer puntjes toevoegen of weghalen. Op die manier kun je dus werken met audiolagen. En audio erin gooien. En het volume regelen. Succes!